Welkom bij de Gerard FM vakantieflits. Met vandaag de opbouw van onze nieuwe tent. Laten we eens een kijkje gaan nemen in onze nieuwe Gerard FM zomertent. Nou, zoals u ziet is dit de voorkant. Is vrij uitgestald al. Ja, we hebben nog niet alles vastgedaan. Want dan moeten we alles ook weer oprollen en zo. En we zijn nu toch niet op vakantie. Dus maar goed, laten we eens een kijkje. Even een beetje binnenkijken, zeg maar, zo, eventjes die draadjes. Wat ik ook wel even kan vertellen, deze tent is gemaakt van polyester katoen. Dat is erg goed voor de zon en zo ook, hè, voor de UV-stralen. Droogt ook veel sneller op. Nou, hier kom je, zeg maar, binnen het woongedeelte. Ik zou zeggen, komt u maar even gezellig mee. Kom maar, ja. Kijkt u eens, wat een fantastische grote tent met vele mogelijkheden. Zo kunt u onder andere de ramen. Hè? Zit heel makkelijk. Gewoon klittenbandsysteem. Helemaal niet moeilijk. Zie, u maakt het gewoon los zo. En u heeft dan gewoon een fantastisch woongedeelte met een mooi raam. Het raam kan zelfs nog verder. Ook deze hele buitenkant kan los. Zoals u ziet, kan helemaal vast. Ja, het is nog niet helemaal klaar. Nou, hier komt normaal van dat grijze zeil komt erin. Hebben we er nu niet in gedaan, veel te veel gedoe. Nou, dan gaan we door naar het kleine slaapgedeelte en nog een klein woongedeelte. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Ik zou zeggen, volgt u mij, zal ik eens eventjes voor de eerste keer. Ja, dit is de eerste keer dat ik hem open doe zo. Ja, echt waar. Kijk. Oh, kijk eens even, er zit zelfs nog een muggennet. Ook altijd wel makkelijk natuurlijk. Kunnen we altijd loshalen zo. En dan komen we nu in het kleine slaapgedeelte en nog een klein zitgedeelte. We hebben alleen de slaapcabines er niet in, dat is een beetje een gedoe, zeg maar. Hier komen dan twee cabines, voor 5 personen is dat dan. Ook hier komt dan weer van dat zeil over de grond. Ook hier weer, hier kunt u prachtig s'avonds nog even nagenieten van een mooie zomerdag. En ook hier weer, hè? Het praktische van een raam. Nou, we hebben ook nog een achteruitgang. Die is er extra ingebouwd, zodat je ook aan de achterkant zeg maar uit kan. Dus we eens even kijken hoe dit werkt dan. Want het is de eerste keer ook weer, hè. Eerste keer. Zo. Laten we even zien, waar zit de andere rits? Volgens mij zit hier geen rits meer. Volgens mij is het gewoon klittenband. Ziet u wel, je kunt het geheel losmaken. Zo. En er zit hier nog wel een rits. Zo. Nou, dan kunt u hier loshalen. Ah. Wil je zien? Kijk hier mee. Ook nog met klittenband. Je kunt het allemaal zo heel gemakkelijk loshalen. En zo kunt u er eigenlijk zo heel makkelijk uit. Nou, ik zou zeggen, ga nog een rondje om de tent. Nog eventjes kijken. Hè? En dan, u ziet ook de mooie kleur, de mooie donkere kleuren. Mooie donkere kleuren. Mooie, felle, lichte touwtjes. Zodat je dat in het donker mooi kan zien. Nou, dit was het wel zo'n beetje. De eerste Gerard FM vakantieflits. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.